Dit programma is mede mogelijk gemaakt door VNO-NCW Achterhoek. Het is weekend en dus tijd voor goede zaken. Dames en heren, vanuit Villa Ruimzicht in Doetinchem presenteren wij weer een nieuwe aflevering van Goede Zaken. Het wekelijkse Gelderse businessprogramma waarin het wel en wee in ondernemend Gelderland wordt besproken. Hier is uw presentator Bert de Recht. Dank u wel. Dank u wel, weer een nieuwe aflevering van Goede Zaken. En we zijn weer te gast bij Villa Ruimzicht in Doetinchem. Het regent een beetje, het is niet zo'n geweldige zomer. Maar het zonnetje in huis is ook deze uitzending weer. Net als vorige week Dries Krama, voorzitter VNO-NCW. Dries, we gaan het hebben deze keer over innovatie. Daar weet je heel erg veel van. Je moet zomaar eens vertellen aan tafel, want we hebben mooie gasten over de duurzame 100. Je kunt vast een heleboel voorbeelden noemen. Heel veel voorbeelden zijn dat te noemen. Prachtig onderwerp, duurzaamheid en innovatie. Kunnen jullie ook iets innoveren dat het niet zo gaat onweren en donderen zo in de midden? Het is begin augustus, 6 augustus. Ja, ik zou willen innoveren dat we dan de elektriciteit kunnen opvangen die uit zo'n bliksemschicht komt. Dan hebben we waarschijnlijk voor een jaar genoeg energie, Bert. Dan hebben we wat. Nou, laten we het eigenlijk zo hebben. Gaan we doen. Ga je mee? Ja, ga je gang. Nogmaals welkom bij Goede Zaken. We praten vandaag over innovatie met vier innovatieve mensen. We doen dat met Herbert Weekhout. Hij is onder andere van AAA Concepts Car. We doen het met Rijk Verheul, die is fameus op de Veluwe. Van het Veluwe Centrum voor Technologie, zeg maar de tegenhanger van Martin Stor in de Achterhoek. En we doen het met Maarten den Hartog. Maarten den Hartog is van Studio den Hartog Mus. En hij moet me eens uitleggen wie Mus is. En natuurlijk is mijn sidekick tafelheer, net als vorige week Dries Krama, die net beloofd heeft bij de intro dat jij iets moois zou gaan maken van Donder en Bliksem. Hoe dan ook jongens, eerst, waar zit Concept Cars? AAA. Conceptcast is gevestigd in Markelo. Dus Markelo. Net over de grens. Dat is maar AAA, Conceptcast, AAA staat voor authentiek, Achterhoek Authentiek Anders. We hebben dus wel het beeld opgevat. Ik wil zeggen dat we wat in Achterhoek gaan doen. Oké, we gaan doen. Waar zit jullie studio? Welke plaats? In Arnhem. En waar zit het Veluwe Centrum voor Technologie? Op de Veluwe. Die zit op Noord-Veluwe. Maar hebben jullie een plaats of alleen maar een... Heb je geen kantoor of zo? Ergens? Ja, ik heb een kantoor in Nunspeet. Nunspeet, nou, maar mijn gebied gaat eigenlijk van Zwolle tot Nijkerk. En dan naar de Achterhoek. Of naar de Apeldoorn en dan weer omhoog. Dus die driehoek. Okay. Behoorlijk groot terrein. En wat hebben jullie nou met innovatie? Waarom innovatie? Wat passioneert nou zo in innovatie? Is toch een containerbegrip? Nou... Nee, dat is geen container. Vertel eens, Rijk. Nee, kijk, eigenlijk, het is een nieuw woord. Vroeger heette het gewoon ontwikkeling. Ja. En tegenwoordig heet het innovatie. Maar toen had je ook ontwikkelingslanden, hè? Ja. Nee, maar het is natuurlijk... ik zeg altijd, het moet ergens een opgehangen worden. En zoals ik er dus mee omgaat, ik ben vanuit de provincie die regio ingestuurd... waar we al die RCT's bezig zijn, zoals Martin en ik... En dat is eigenlijk om de economie te stimuleren middels innovatie. En dat is natuurlijk heel vrijblijvend, maar het is dus gewoon, we gaan de ondernemers aan elkaar praten. Wat heb jij dan met innovatie? Nou, eigenlijk zijn we gewoon een ontwerpbureau. En een deel van de dingen die we doen is innovatie. Omdat jullie industrieel ontwerpers zijn? We zijn industrieel ontwerpers en we krijgen opdrachten. En in die opdrachten moet je je dingen ontwikkelen. En dan komt natuurlijk vaak een innovatie bij om de hoek kijken. Oké. Jij passie voor innovatie? Achterhoek, authentiek anders is... Is, ik wil zeggen, en Concept Cars staat erachter. Dus het heeft wel betrekking op auto's. En ik heb een keer geroepen van ik ga mijn eigen elektrische auto bouwen. En dat is voor mij volstrekt nieuw. Passie, hobby, Alles met elkaar. Okay. Nou ja, jij bent innovatie. Ja, ik denk dat innovatie... Als ik jou zie, dan denk ik Mr. Innovatie, toch? Ja, ik denk dat het juist heel erg belangrijk is, ook voor de economie. Want wij moeten toch toekomstvaster worden. Een heleboel nieuwe ontwikkelingen in de wereld. Alles verandert heel snel. En wat je ziet is met name ook in de maakindustrie dat er heel veel mooie nieuwe ideeën ontstaan van mensen. En die innovaties moeten we omzetten in werkgelegenheid. Jij zei net, anders verandert heel snel. Ik heb een beetje ontstoken ooglid, maar dat heb ik nou al een week. Hoe dan ook, we kijken even naar het zakennieuws van deze week. De Lochemse ondernemersvereniging, beter bekend als LOV, pleit ervoor het betaald parkeren in en rond het centrum van Lochem af te schaffen.
Daarom werd maandagochtend aan wethouder Berend-Jan Bussing van de VVD een petitie over dit onderwerp aangeboden. De ondernemers wijzen erop dat in veel omliggende gemeenten zoals Berkelland en Bronckhorst parkeren gratis is. Volgens de LOV heeft het centrum van Lochem een impuls nodig om aantrekkelijk te blijven. Vakantiepark en conferentiecentrum De Bettelt in Zelhem heeft woensdag in Wageningen de NORT Ondernemers Award Recreatie en Toerisme 2011 uitgereikt gekregen. NORT staat voor Nederlandse Ondernemers en Recreatie en Toerisme. En de award wordt toegekend aan grensverleggende ondernemers die een bijdrage leveren aan het toeristisch recreatieve product. Je moet op een innovatieve manier je bedrijf hebben geleid. Dus allerlei dingen bedenken die niet meer van hetzelfde zijn. Die niet tussen de witte lijntjes zitten, maar in die zin vernieuwend zijn. En dat hebben we. Ik heb 12 dingen op een lijst gezet en die zijn ook op onze website te bekijken. En die 12 dingen die waren nieuw. Die 12 zijn in de praktijk gebracht. De laatste is samenwerking met een zorginstelling, met Profila. En mensen die met een verstandelijke handicap, die kunnen hier nou ook op vakantie komen. En dan worden ze professioneel begeleid door mensen van een zorginstelling. Dus dan combineren we ons recreatieproduct, wat een christelijk recreatieproduct is, combineren we met zorg. Dus dat is ook iets wat bijna nergens anders voorkomt. De creativiteit van de Bettelt werd hoog gewaardeerd. De prijs is ingesteld om voorbeelden te laten zien van onderscheidend ondernemerschap en werd uitgereikt door de voorzitter van Noord en de algemene directeur van de Universiteit van Wageningen. Je hebt campings en ze hebben allemaal een kantine en allemaal een bingo. Maar wat maakt een camping nou heel speciaal of heel specifiek? En daar ligt de grootste vernieuwing. Dat je zegt van ik ben geen grijze muis, maar ik doe iets waar ik een bepaalde doelgroep een heel groot plezier mee doe. En in ons geval is dat maar 5% van de markt. Dus 95% kun je hier in principe niet gauw verwachten. Dus iedereen is welkom, maar je biedt iets heel specifieks waar een bepaalde doelgroep op afkomt. En dat is het belangrijkste. En eigenlijk al die andere vernieuwingen die lagen in de lijn van dit punt. NROT Gelderland is een initiatief van de brancheorganisaties Hiswa Vereniging, Recron en Koninklijke Horeca Nederland. En wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland, de Europese Unie en de Kamers van Koophandel. Klaassen Groep uit Dinxperlo en KW Installatietechniek Eibergen zijn als best uit de bus gekomen bij de aanbesteding van het sportcomplex in Lichtenvoorde. De vergunning werd definitief zodra na de vakantie de contracten getekend worden. De aanbesteding was opgeknipt in twee delen, een bouwkundig aannemer en een installateur. Na de eerste ronde waren 5 aannemers en 4 installateurs overgebleven. Bij een selectiecommissie kwam de aannemer Klaassen Groep als besten uit de bus. De renovatie van de Hamelandhal is in volle gang. Dit eerste deel is buiten de algemene aanbesteding gehouden, zodat het project geen onnodige vertraging oploopt. Het college van de gemeente Bronckhorst zegt verrast te zijn over de voorgenomen afsluiting voor het vrachtverkeer in Doetinchem. Onlangs maakte de gemeente Doetinchem bekend dat het vrachtverkeer met doorgaande bestemming niet over de Harenweg en de Kruisbergseweg in Doetinchem mag rijden. Vanuit Bronckhorst gezien zijn dat belangrijke invalswegen van Doetinchem. De Bronckhorstse wethouder Paul Seesing neemt contact op met zijn Doetinchemse collega Loes van der Meijs om de gevolgen voor Bronckhorst te bespreken. De Stedendriehoek is zijn achterland. Hij heeft er, zo lijkt het, zijn hart verpand. Met VNO-NCW is hij erg veel in de weer. Dames en heren, Dries Krama is wederom onze tafel hier. Dries, ik noem je 3 namen. Focco Ventinga van Temperis Systems in Vaassen. Dick Grolleman, Grolleman Coal Stores in Apeldoorn. Ja. En Willem van der Kooi, Electric Cars. Die moet jij kennen, in Lochem. Wat hebben die 3 met elkaar gemeen? Duurzaamheid. Het zijn 3 namen die je noemt, maar de andere 97, daar is de uitzending tekort voor, die zullen we dan even niet noemen. Maar dat zijn mensen die heel duurzaam bezig geweest zijn. En die hebben wij een speldje uitgereikt, VNO-NCW samen met de regio Stedendriehoek. In casu dan Andries Heidema, de burgemeester van Deventer. En ondergetekende mochten ieder 50 speldjes uitreiken aan mensen en bedrijven die heel innovatief en duurzaam bezig geweest zijn. Deze bedrijven hebben dat zeker gedaan. Dat zijn de duurzame 100. Ja, duurzame 100. Dus als er nog een paar komen, dan jammer dan, er wordt nu is klaar. Het dus is een collectie is klaar. Bert, ik zou je vertellen, het is een collectors item. Ja, dat speldje is een collectors item. Natuurlijk stopt de duurzaamheid stopt niet.
En ik hoop dat zij juist een mooi voorbeeld zullen zijn, ook voor anderen. In september komt er een boek uit waar al de verhalen in staan van deze 100 mensen. Okay, dat is leuk. Zeer de moeite waard om dat te lezen en ook door geïnspireerd te raken. Nou, daar kunnen we weer een paar uitzendingen mee maken. Absoluut. Die jongens hebben wel een verhaal te vertellen. Allemaal. Waarom houdt VNO-NCW zich bezig met duurzaam ondernemen? Dat merkten we onder andere bij ondernemers zelf. Die begonnen daar steeds vaker over. En wat ik met name zag in deze groep mensen is dat van de bedrijven 85% zijn familiebedrijven. Want je denkt altijd, het zijn de multinationals die met duurzaamheid bezig zijn, ja, en dat soort zaken meer. Maar de grote jongens allemaal. Maar wat mij juist opviel is dat het in de haarvaten van familie zit. En dat was ook heel inspirerend en leuk om te zien. En ook de verbindingen te maken. Want je zag dat bedrijven bezig waren met bepaalde duurzame zaken. En dat er bijvoorbeeld twee straten verderop een ander bedrijf zat. En ze wisten van elkaars bestaan niet af. Dus die hebben ook met elkaar in contact gebracht. En wat je zag ontstaan, waren prachtige voorbeelden over hoe je duurzaamheid verder kunt ontwikkelen. En zitten er dan veel verschillen tussen die bedrijven? Of zitten ze allemaal op hetzelfde spoor? Nee. Ze zijn hele verschillen. Allemaal. Nee. Er zitten hele verschillen in. Er zitten mensen in de bouwindustrie in. Er zijn mensen die maken mallen. Het voorbeeld wat je er net noemde, maakt bijvoorbeeld ovens om zonnepanelen te bakken. De elektrische auto's in Lochem, ECE, een prachtig voorbeeld van innovatie en innovatiekracht van de Kooi, inderdaad. Dus het is een heel breed scala aan bedrijven en aan mensen en instituten die daarmee bezig zijn. Nou ben je daarmee bezig als bestuurder, maar kun je nou ook vanuit je managementadvisering soort zaken stimuleren, initiëren? Ja, meedenken en zeggen van joh, ga daar eens kijken, ga eens met die praten en kijk eens hoe je dat verder kunt ontwikkelen. Of desnoods met mensen die verder met investeringen bijvoorbeeld zich bemoeien, om ze daarmee verder te helpen. Dus erg interessant. Als jij nou op zo'n scheidsrechterstoel zit, hè, bij zo'n tennistoernooi, denk je dan ook aan innovatie? Nou, er is natuurlijk al heel veel geïnnoveerd als je naar het Hawkeye-systeem kijkt. Het blijft juice, hè? Het blijft juice, maar het Hawkeye-systeem is een prachtige innovatie natuurlijk. Het wat? Het Hawkeye-systeem. Ja, ik tennis niet. Nee, jij bent een golfer, dat hoor ik al, Bert. Ja. Maar bij tennis, als de bal in of uit is, heb je tegenwoordig een elektronisch oog dat het bekijkt. En dat heet het Hawkeye-systeem. Okay. Dat is een echte innovatie. Maar er zijn natuurlijk heel veel innovaties geweest in de tennisserij. Kijk maar naar de rackets, de snaren, ballen die veranderd zijn. Dus er is heel veel innovatie in de sport ook. Wat wil jij bereiken als voorzitter? Hoe lang ben je nog voorzitter? De eerste komende 20 jaar? Nee. Je zit aan termijnen, dus ik ben nog ruim 3,5 jaar mag ik voorzitter zijn. Heb je een doel? Wat wil je nog bereiken? Meer bedrijvigheid, meer innovatie en meer slagkracht in de stedendriehoek. En ook dat samen te ontwikkelen met de aanpalende districten, dus ook met de Achterhoek. Oké. Kom je Rijk wel eens tegen? Ik kom Rijk wel eens tegen. Want jouw collega in de Achterhoek komt Martin nog wel eens tegen? Ja. Nou, Martin kun je niet omheen. Rijk kun je nog wel omheen natuurlijk. Ja hoor, ik heb even best. Ik heb een hele goede relatie met Martin dus. Ja, jullie zullen veel kennen. We doen dat ding ook samen. Hè? Jullie zijn met z'n tweeën maar, hè? Nee, we zijn met z'n zeven. Hè? Ja, nee, maar ik bedoel, er zijn maar twee van dit soort centra. In de Achterhoek en op de Veluwe, toch? Nee, er zit er in de Vallei zit er een. Er zit er in Vierland zit er eentje. Oh. Er zit er eentje in Nijmegen en in Arnhem. En niet de laatste, moet ik niet vergeten. Dat is de Stedendriehoek. Maar wij begonnen in de Achterhoek. Ja, dat is... Zoals met veel dingen dat klopt. Begon het in de Achterhoek. En ik ben de eerste die erna gekomen is. Ik wou het maar even kwijt. Ik wou het ook even kwijt. Dat vind ik een hele goede boodschap. En we hebben meer boodschappen, Rijk. We hebben meer boodschappen. Kijkt u even mee. Tot zo. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door VNO-NCW Achterhoek. Innovaties en VCT gaan anno 2011 hand in hand. Met nieuwe ideeën ben je al gauw spekkoper in dit land. In Gelderland is het ook op dat gebied best goed leven. Dames en heren, innovatiegoeroe Rijk Verhul komt hier zijn mening geven. Rijk, jij hebt een mooie, maar ook wat vreemde carrière. Je bent begonnen bij het KNMI. Ja. Dus zeg maar een soort Erwin Krol of wat deed je? Nee. Daarvoor heb ik ook nog wat anders gedaan. Ik ben ook nog hart- en longfunctiespecialist in medische elektronica. Bij het KNMI heb ik 11 jaar gewerkt. En daar heb ik veel met instrumenten, nieuwe ontwikkelingen, innovaties. Met moet dan hele... aan meetinstrumenten denken? Ja, nou je moet je voorstellen als je een luchtbel hebt. Een luchtbel die van de aarde omhoog gaat. Over de huizenmarkt. Nee, een luchtbel die omhoog gaat. Maar die zie je niet, die gaat heel snel. Hoe meet je nou in zo'n luchtbel het vocht? Als je een vochtmeter hebt, duurt gewoon een minuut eer dat je weet hoeveel vocht erin is. Ik heb een systeem gemaakt dat 1000 keer per seconde konden we kijken hoeveel vocht er in zo'n bel zat. Dus even, wat moet je daarmee? Ja. Maar daar ga je namelijk daar. Kijk, dat weer wordt gemaakt
En dat stijgt. En er komen allerlei fronten en depressies. En dat, ja, maar ben je dan zo op het idee gekomen om je eigen bedrijf te beginnen? Mirai Meteo, ja, ja, dat ik klopt. Denk met Mieke en Rijk, denk dat ik klopt, dan. Ja, is dat klopt, ja. Dat is, hey. Heb je helemaal goed gedaan. Ja, ja, ja. Lijkt dat bedrijf heb ik 25 jaar gehad. En omdat ik geen opvolger had, heb ik dat verkocht. Okay, maar en, dan maak je ook instrumenten zoals ja, dat gladheid meten en dat soort zaken. Ja, gladheidmeldsysteem. Dat zijn die paaltjes die langs de snelweg staan. Die kromme witte paaltjes met die schoteltjes erop. Ja. 365 stuks. En daar kan je dus van, dan word je binnen 5 uur gewaarschuwd dat het glad gaat worden, voordat het glad gaat worden. Dus daar wordt, nog maar 20% gestrooid ten opzichte van de jaren 80. Ja, ja. Dus is dat ook denk... Hoe werken die paaltjes? Want je ziet ze inderdaad langs de Rijksweg. Ja, er zitten ook allemaal sensoren in de weg. Dat is een heel moeilijke techniek. Dan meet je de glijdbaarheid van het materiaal wat op, bijvoorbeeld zout of zand, daar meet je glijdbaarheid en daar kan je kijken of je gaat slippen. Daar heb je hele programma's voor. Maar waar zijn die wiebelende dingen dan voor die je in die houdertjes ziet hangen? Want die zie je daar meet je dus de temperatuur, luchtvochtigheid en de neerslag aanwezigheid en of het sneeuwt. Dat meet je er allemaal in. En mensen ligt iedere dag, Bert? Ja, nee, ik wist het en ook er staan niet. Er 365... Als ik zoiets lees, dan denk ik, zou je zoiets kunnen bedenken voor het politiek of het economische klimaat? Hè? Dat, nou, dat gaan we nog bedenken. Een glijbaarheidswaarschuwingssysteem. Ja. Maar daarna ben ik... Griekenland wat eerder aankomen, ik noem maar ja, nee. Nou, ik ben daarna dus... Of het rekenwerk van Rutte, ik noem maar wat hoor. Ja, nee, ik ben geen... ik heb wel een basisopleiding van meteoroloog, maar ik ben geen meteoroloog. Je bent dus echt een techneut. Ik ben echt een techneut. Waarom ga je dan na dat eigen bedrijf, dat heb je verkocht, waarschijnlijk om redenen, maar dan kom je in loondienst, denk ik, bij een ja, een dat is de mooiste baan. Je moet mij niet vragen wat wil je liever, je eigen bedrijf beginnen of dit wat je nu doet. Ja, dat ga ik zo meteen vragen. Ja, nou, dan kan ik je wel vertellen, wat ik nu doe is vele malen leuker. Waarom dan? Omdat ik namelijk mijn kennis en kunde nu over kan dragen aan... aan de bedrijven, aan de MKB-bedrijven. Op de Veluwe, allemaal groen. Wat zei je? Kijk, daar heb je er weer. Helemaal verkeerd, jongen. Helemaal mooi. Verkeerd. Leg jij 19.000 bedrijven in die bedrijven. Dat is heel erg divers. Wat kom ik tegen? Ik kom daar een baggeraar tegen. Klopt, staat op de site. Ja. Ga verder, even overhoorden. En daar bijvoorbeeld, er zit iemand die maakt hele tanks. Dan denk je, wat moet ik nou godsnaam met tanks? Dat is toch gewoon een stuk ijzer? Ja. Maar dat bedrijf heeft veel meer. Dat bedrijf heeft bijvoorbeeld ontwikkeld, dat is echt iets heel bijzonders. Je bent een tank ontwikkeld met CO2, met vloeibare CO2. En met CO2 wordt nu zo'n rol stof van 4 meter, die wordt geverfd met CO2. Dat is een uitvinding van... Ja, nou, dus dan gebruik nou, jij niet meer water, want 1 kilo... Dat is stof. Jammer, want net zat je te vertellen dat je dat vocht in die bel kon nee, meten. Nee, 1 kilo stof heb je 150 liter water nodig. En nou, nu heb je dus helemaal geen water meer nodig. Nou kun jij wel 30 van dit soort verhalen vertellen, want je hebt inmiddels ook 30 films gemaakt. Maar je komt daar ook offshore industrie tegen op de Veluwe. Ja. Je komt daar ook chipsbakkers tegen. Ja, bedrijven die... Wat zijn chipsbakkers? Nou, chips, ja. Je weet wat chip, dat ik zit in Smith, computertje. Computertjes, dat, zo'n klein zwart dingetje, weet je wel. Ja. Nou, dat is een hele speciale markt. Okay. En dat is, dat zijn ruimtevaartchips, die worden daar even vertellen. Wat je in feite ziet, Bert, is dat we hebben in onze regio, of Veluwe, Achterhoek, zulke mooie bedrijven. Alleen onze mentaliteit is een beetje, doe maar gewoon, dan is het gek genoeg. Ja, dat vind ik... Terwijl het eigenlijk in chocoladeletter soms op de voorpagina van de krant. Ik zeg vaak op Gelder TV en op Graafschap TV, jongens, mooi. We moeten wat harder blaren. Ja, dat is de reden. We hebben zoveel te bieden. Ik had dus eerst een budget alleen voor, om wat reclames te maken. Toen ben ik naar de gedeputeerde gegaan en ik zeg, ik wil filmen maken. Je weet, ik heb 30 filmen vorig jaar gemaakt. Ja. Die bedrijven die zijn heel erg blij. Die hebben elke dag, hebben ze plezier ervan. En waarom hebben die filmen gemaakt? Een Veluwenaar is een hele goede ondernemer. Die verdient een hele hoop geld. Die doet een hele hoop met elkaar. En wat ik geprobeerd heb met deze film naar buiten. Ja, ja. En nou blijkt dat er allemaal bedrijven van buiten en dan komen naar de Veluwe toe. Dus die filmen werken. Heel goed. Ja. Waarom is die borgstellingsregeling zo belangrijk? Borgstellingsregeling van de provincie Gelderland, hè? Ja, daar praten we over. Dat is een hele belangrijke. Stel, je hebt een idee. Ik heb daar een haalbaarheidsonderzoek laten doen, want dat mogen wij. Daar hebben wij gelden voor om ondernemers te helpen een haalbaarheidsonderzoek laten doen. Dan komt er een positief geluid uit. Ja. En dan zegt die ondernemer, ja, maar ik heb je toch verteld, ik heb niet zoveel geld om dat prototype te maken. Zeg ik, ja, dan hebben wij een borgstellingskrediet en dan kunnen we daar toch dat prototype laten maken. Want dat prototype heb ik nodig om
geld krijgen. Eigenlijk ben je een soort innovatiemakelaar. Nou, dat zijn wij. Ja, dat komt goed uit, want bij RCT de Vallei zoeken ze er een, zeg ik. Dat klopt. We zijn heel op druk op zoek naar een collega. Rijk, heb je wel het idee dat de provincie voldoende geld beschikbaar stelt om dit soort ontwikkelingen op te pakken? Dat is een gewetensvraag die je nu stelt. Kijk, toen ik 2,5 jaar geleden begon, toen had ik een heel mooi budget. Zeg nou ja of nee. Nu is het stuk minder, maar ik zou graag iets kan meer willen beter. Hebben. Het zou altijd beter. Laten we eens luisteren wat Herbert te vertellen heeft over zijn innovatie met zijn elektrische auto. Misschien hebben ze wel een leuk gedichtje op jou geschreven. Ik kan me haast niet voorstellen, maar je weet het nooit. Dan komt hij, denk ik. Voor AAA Concept Car gaat hij door het vuur. Een achterhoekse elektrische auto is een idee en niet eens zo duur. Hij brengt in de nabije toekomst de e-fun car aan de man. Dames en heren, onze gast Herbert Weekhout weet er alles van. Herbert, ik ken je van Rotor. Rotor Eibergen, wat is dat voor bedrijf? Rotor Eibergen is een bedrijf die elektromotoren levert over de hele wereld. En dat gaat in grote aantallen, 75.000 stuks per jaar. Driekwart blijft in Nederland en een kwart gaat naar het buitenland toe. Dat doe je en als niche-markt hebben wij de scheepvaart. Ah, oké. Je zit toevallig ook in het bestuur van VNO-NCW Achterhoek, dus je zult Dries wel eens tegenkomen. Ja, de collega van Dries, Gerrit Pillevaker. Maar... Ja. Heel goed. Heb je nou door die producten die je bij Rotor maakt, of die jullie maken, die jullie over de hele wereld verspreiden, heeft je dat op het idee gebracht van een elektroauto? Nou, het was één van de inspiratiemomenten. Ik heb er meer gehad, maar inderdaad, ik wil zeggen, hebben mensen mij wel eens gevraagd van leveren jullie ook motoren voor elektrische auto's? En dan moest ik altijd zeggen nee. Ik wil zeggen, want de grote fabrikanten zullen nooit bij Rotor in Eibergen aankloppen. En dat was dus een van de redenen om te denken van ja goed, als dus de berg niet bij Mozes komt, Mozes maar naar de berg toe. Van waarom... Dat is nou helemaal aan het veranderen, want alle grote merken, BMW, Mercedes, noem ze allemaal op, zijn allemaal bezig met elektrische auto's. Elektrische auto's. En wij hebben dat voor jou ook afgekeken. En wij hebben elektrische motoren, dat klopt. Ja, en die passen daar ook in? En die passen daar ook uitstekend in. Ja, in allerlei soorten en maten. Mooi, hè? Ja, prachtig, hè? Ja, ik allemaal vind in het de mooi. Regio, ja, schitterend. Ja, en je vroeg, en we vroegen net, we hadden het over Willem van der Kooi met ECE in Lochem. Zie, wat wij nog meer doen, ik wil zeggen dat we dus bedrijven in de Achterhoek gezocht hebben die ook het koetswerk kunnen bouwen. Ja. Dus we gaan niet naar een fabrikant, naar een Lotus toe en zeggen of naar Volkswagen toe van leveren een Elise of leveren een Polo. Maar we hebben ook het hele frame, alles hebben het koetswerk, alles hebben we zelf gebouwd. Ja, je combineert alles, hè? Sorry? Je combineert alles met Achterhoekse bedrijven, Achterhoekse kennis. In Ulft is het buizenframe met de beplating gebouwd. Ik moet zeggen, we hebben in Eibergen hebben de motoren vandaag gehaald. We hebben een klein bedrijfje gevonden die voor ons de aandrijving gemaakt heeft. De tandwielkast, alleen maar met tandriemen. Was het lastig om typegoedkeuring te krijgen om de weg op te maken? Nou, dat is het enige ding. Dat moet straks nog gebeuren. We hebben nu studenten van de HAN die we dus vragen om de RDW-goedkeuring op het model te krijgen. Maar je werkt ook met Saxion, toch? Ja. Met Ellen Altena, als ik het goed zeg. Tweede ding wat we bijzonder doen, ik wil zeggen niet alleen met de bedrijven, maar dat we ook alles met studenten doen. Ja. Zie, zij hebben ontzettend veel kennis en ontzettend veel ambitie. En die willen nog even een prachtige combinatie. Ja. Heel goed. En dat wordt gestuurd door je passies, elektromotoren, auto's, prachtig. Achterhoek. Ja. Dat zijn de drie passies. Ik kan me ook andere dingen voorstellen. Nou, mevrouw en mijn dochter natuurlijk, onze dochter moet ik zeggen. Is dat zo? Ja. Die krijgen ook ontzettend veel aandacht, hoor. Niet alleen voor jou. Dankjewel. Herbert, wat is de e-fun car dan? Is dat het Dat is het eerste model wat we gemaakt hebben. Ik wil zeggen, dus de I staat voor elektrisch, ik wil zeggen, dat het voor mij heel belangrijk is. Maar de fun is ook voor mij en ook voor alle mensen die aan meegewerkt hebben, is ook verschrikkelijk belangrijk. Ja, en Karat heeft vier wielen en het rijdt, dus 4 juli hebben we het eerste ritje gemaakt. Ja, leuk. Ja, dat zeg ik. Ja. Wat je veel hoort, Herbert, is dat de ontwikkeling van de accu's altijd het probleem is, de actieradius, noem het allemaal maar op. Ja, op dit moment... En lang tanken, hè? Op dit moment is het zo dat 95... Je staat meer te tanken qua tijd dan dat je aan het rijden bent. Ik ga even op de accu's verder, hoor. Ja. Ik wil zeggen, op dit moment is het zo dat 95% van de accu's uit China komen. Ik wil zeggen, want daar worden onze... Waarom? Kunnen we die niet in de Achterhoek maken? Nou, dat is inderdaad een van de dilemma's. De fabriek die tekst erbij, dus niet in China, die zit in Finland. Daar is net een nieuwe fabriek uit de grond gestampt voor 50 miljoen. Waar dus ook lithium-ion batterijen gebouwd worden. Ja. En kijk... Kun jij niet maken? Is het Ik ben destijds bezig geweest met TNO. En dat ging namelijk om van poeder waterstof te maken. Waterstofgas.
Dat is een, dat, hij is dus een dus dat zal wel kunnen. En daar doe je dus met een omzet aan elektriciteit en dan kan je direct je elektromotor aandrijven. Ja. Dus dat doe je dan met waterstofgas. Ik denk dat het de toekomst gaat worden. Het mooie van die ontwikkeling is, ik weet niet of je het zelf ook gelezen en gezien hebt, dat in China bijvoorbeeld nu accu's gemaakt worden die 800 kilometer meegaan en binnen 10 minuten oplaadbaar zijn. Kijk, dan wordt het een hele interessante zaak natuurlijk. Ja. Ja. Nou, er zijn dan ook nog alternatieve technieken denkbaar, ik wil zeggen, die dat allemaal op kunnen lossen. Maar we zullen ergens een keer moeten beginnen. Hè? En dat zeker. Het is natuurlijk fantastisch. Een tijd geleden had Jos Herbers in het Graafschapstadion een hele bijeenkomst over IK's elektrische auto's. Denk jij dat elektrische auto's de toekomst hebben? Of denk je ook dat andere waterstof... Ik zou je een voorbeeld geven. Ik heb pas in een auto gereden die voorgedreven werd door samengeperste lucht. Bert, dit is een primeur. Ik zeg het er maar even bij. Maar een auto die dus op samengeperste lucht rijdt, daar heb je geen brandstof meer van nodig, helemaal niks. Ik kan je het filmpje laten zien, het is geweldig. En dat soort ontwikkelingen staat ons allemaal te wachten. En als we dat nou naar de regio kunnen trekken... Ja, ik kan me voorstellen, ik vraag me alleen af, hoeveel kilometer heb je erop gereden? Het type auto wat er nu staat kan ongeveer 150 kilometer bij maximale belasting van 110 kilometer per uur. Maar het type 3 dat er aankomt, en ik hoop dat die volgend jaar te zien is, in ieder geval die zo verwerkt is. Daar is het zelfs zo dat de motor wordt aangedreven door samengeperste lucht. En op hetzelfde moment gaat de motor weer als compressor werken om de tank te vullen. Dus je krijgt bijna een gesloten systeem. Er zijn dus heel veel technische ontwikkelingen. Ontwikkeld door de hoofdingenieur van de Renault Formule 1 fabriek in Frankrijk. Okay. Ja. Met pensioen. Er zijn nog veel meer technieken op dit moment. Nog meer technieken hebben. Maar we gaan even kijken wat er op de agenda staat. Tot zo. De Kamer van Koophandel in Doetinchem houdt op donderdag 4 augustus een seminar voor startende ondernemers. In het kantoor aan de Koopmanslaan 3 worden geïnteresseerden vanaf 7 uur bijgepraat over de achtergronden van het starten van een eigen bedrijf. Wat betekent het ondernemer te worden? Ben ik er geschikt voor? Is het nodig om een ondernemingsplan te maken? Hoe zit het met de bank en de belastingdienst? Het zijn vragen die dan beantwoord worden. Via de site www.kvk.nl/bijeenkomsten is aanmelden voor het seminar mogelijk. De businessclub van Huntekring komt vrijdag 12 augustus bijeen. In de Drufabriek in Ulf vindt in het bijzijn van de clubleden tevens de opening van het jaarlijkse muziekevenement Huntenpop plaats. De aanvang is om 4 uur. Meer info hierover is op www.huntenpop.nl terug te vinden. De regio Achterhoek en het platform Onderwijs Arbeidsmarkt houdt in september samen met de Kamer van Koophandel en Brandservicepunten 3 arbeidsmarktbijeenkomsten in de Achterhoek. Er is hierbij gekozen voor de sectoren transportlogistiek, bouw en techniek. De eerste bijeenkomst staat gepland op dinsdag 20 september voor transport en logistiek in Brouwerij De Klok, in de lange gang aan de Kelverderstraat in Groenlo. Een dag later is de bouwsector aan de beurt in de OBD aan de Gildestraat in Doetinchem. Op woensdag 28 september wordt er over techniek gesproken bij de bedrijfstakschool Anton Tijdink in Terborg. Het programma duurt op alle genoemde dagen van 5 uur tot 7:30. Deze energie- en milieuzuinige manier van vervoeren zag onlangs het leven. De mix van technische vernieuwing en frisse vorm is immers zijn streven. Deze designer gaat met zijn hop en bike dus echt scoren, dat staat wel vast. Dames en heren, hier is Maarten den Hartog, onze gast. Maarten, je hebt het bedrijf niet alleen, je hebt het samen met Pamela Mus. Wat doen jullie precies en waar zitten jullie? Wij zitten in Arnhem, zoals ik al zei. Wij zijn industrieontwerpers. En wij ontwerpen producten voor in kleine series, voor in grote series. En jullie maken, las ik ergens, een magische mix van technische vernieuwing en vorm. Frisse vorm, notabene. Ja. Ja. Dan denk ik, nou, dat zal een verpakking voor wilde limoenen zijn of zo. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Je bedenkt iets technisch en het moet ook nog een bepaalde smoel krijgen en op een goede manier uitzien? Nou ja, zo zou je het kunnen zeggen. Er zijn natuurlijk veel kanten aan een ontwerp. Het moet er goed uitzien, maar het moet ook goed gebruikt kunnen worden. Er zijn vaak technische vernieuwingen zitten erin, die moeten goed verwerkt zijn. Nou, als je dat allemaal bij elkaar op de goede manier brengt, dan heb je op een bepaald moment zoiets van, ja, nu is dit wat ik wil. En dat zou je die magische mix kunnen noemen. Doet je bedrijf dat vanuit een opdracht? Zegt iemand van, goh, ontwikkel dit eens voor me of ontwikkel dat eens voor me en dan gaan jullie aan de slag. En dan hebben jullie de know-how en de kennis in huis om dat helemaal zo samen te stellen. Ja, het is veel opdrachtenwerk. Mooi.
Want dan blijft de schoorsteen roken. Dat is maar wel zijn de, ja, maar ja. Als je zo bezig als het bent. Als maar wel CO2-neutraal is. Ja, dat streef je natuurlijk naar. Maar daarnaast, omdat je dagelijks met ontwerpen bezig bent, heb je ook eigen ideeën. En die probeer je dan ook te ontwikkelen. Dus er zijn ook eigen initiatieven. Kun je daar voorbeelden van geven? Geef je een voorbeeld? Een tijd geleden was ik bezig met een producent die hout perst. Ja. Dat is de Duitse fabrikant. En toen dachten we van nou, als we dat op een slimme manier dat hout persen, dan kunnen we dat in strookjes daarna zagen. En dan kun je er eigenlijk een soort vlechtwerk van maken. Dus toen hadden we een soort vlechtwerkje gemaakt van hout, geperst hout. En hadden we een hele mooie stoel van gemaakt, prototype van gemaakt in eigen beheer. En toen hebben we geprobeerd van dan kunnen we dat misschien wel verwerken in een stoel. Dat lukte niet helemaal, maar in de loop van de tijd hebben we dat idee verder omgewerkt en hebben we afgelopen jaar een stoel ontwikkeld voor Harving. Dat wordt nu op de markt. Dan heb je hier een mooie auto of een fiets, moet ik zeggen. Het is geen auto, het is eigenlijk een fiets. Het is een fiets. Ja. Hop en bike. Ja, het aardige van dit ding het is. Het eerste spreekt me aan, de tweede wat minder, maar hop denk hop. Ik, nou dat wordt leuk en dan moet ik fietsen. Ja, nou, maar fietsen is leuk. Oh. Fietsen is leuk, natuurlijk, want je bent bezig. Het is eigenlijk een openbaar vervoersconcept op basis van een fiets. En het zijn modules die je kan koppelen. En iedere module die... Een treintje. Het is eigenlijk een treintje geworden, maar je kan erop fietsen of infietsen. En het is bedoeld om op een wat snellere manier een grotere afstand af te leggen. Het aardige is dat je ook je fiets kan meenemen. Dus stel je bent al aan het fietsen en je wil een eindje met dit ding mee. Ja. Neem je fiets ook mee. En dan kun je een grotere afstand afleggen, 20, 30 kilometer. Misschien regent het wel. En dan als je er aangekomen bent, dan fiets je het laatste stukje weer verder. Dit lijkt me ideaal voor landen als India en Azië. Staan ze dan bij het station als je daar aankomt? Want ik kan me voorstellen dat je dan in een keten zit met openbaar vervoer. Dat zou kunnen. Ja, zou eigenlijk een heel goede plek zijn als je het kan koppelen met bestaand openbaar vervoer. Ja. Maar Maarten, leg eens uit. Dan heb je dus 3 of 4 van die modules achter elkaar zitten. Ja. En degene die voorop zit, die trapt zich te pletter. En de andere die zit heel gezellig dus naar buiten te kijken. Of gaat dat... Iedere module... Daar zit jij nee te schudden, ken je hem? Ja, ik ken hem erg goed. Want het is namelijk een project wat uit de provincie is ontstaan. Vorig jaar april is er een dag geweest op het provinciehuis waar allemaal ondernemers ideeën gelanceerd hebben. Het mocht zo wild zijn als ze me wilden. Dat is door de toenmalige gedeputeerde begeleid. En toen is daar zijn er dus een heleboel ideeën tevoorschijn gekomen. Het is er een commissie die heeft gekeken welke kant gaan we uit. Toen zijn er 3 van die gelijksoortige projecten zijn er uitgekomen. En daar is door een commissie is daar naar de beste gekomen. Maar Rijk, vertel nou even kort hoe je Maarten kent. Ik bedoel, had je dat met je huwelijk ook zo gedaan, dan heeft die verkiezing 12 jaar geduurd. Nee, ik wilde je net zeggen, Maarten was een van de inzendingen. En Maarten die is dus degene geweest die het beste ontwerp had. Want daar de opdracht was, hoe kan ik mensen uit de auto krijgen en wel met de fiets. Dat snap ik. Ja. Dus dat was de opdracht van de provincie, dat wilden ze graag en jij kreeg de opdracht. En hij heeft de opdracht. En hoe gaat het nu verder dan? Want nu is dit is een prachtig plaatje. We hebben een heel team ontwikkeld van allemaal mensen uit de hele provincie Gelderland. Dus allerlei ondernemers zitten erin. Ja? En die zijn nu bezig om dit helemaal verder uit te ontwikkelen. En dan gaat het ook in productie komen? Het gaat in productie. Er zijn al vragen uit het buitenland gekomen. Ja, dat snap Men ik. Wil dat in de steden gaan laten lopen. Snap maar ik wij helemaal. Willen de eerste op de Veluwe laten lopen. Het plan is om op de Veluwe tussen een aantal dorpen dit vast op en neer te laten rijden. Ik stel mij voor dat de eerste niet alleen op de Veluwe, Harderwijk, Apeldoorn, Ede, Wageningen, maar toch ook Doetinchem, Winterswijk. We moeten 1 prototype maken en die gaan we proberen op de Veluwe te lopen. Okay. En dat doen we met allemaal Gelderse ondernemers en het zijn ook ondernemers uit de Achterhoek bij. En ondernemers uit elk deel van de provincie hebben we ondernemers en wij zijn met de financiering bijna rond. Ja, natuurlijk. We zijn fantastisch. Ik wil even dingetje. We zijn bijna rond met de financiering, maar we zoeken nog een aantal mede-investeerders en dan denk ik dat we ermee kunnen beginnen. Nou, dat is een mooie boodschap en zo hebben we er nog veel meer en daar gaan we nu naar kijken. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door VNO-NCW Achterhoek. Heren,
Ik lees dat ingenieursbureaus, vooral de grote jongens, het hartstikke moeilijk hebben. Gebukt gaan onder voortdurende crisis. Ontslagen, rampspoed. En het einde, het licht aan het eind van de tunnel is... Samen, een duootje. Ik denk als je naar de, in de regio weer kijkt naar de grote ingenieursbureaus, dan zullen ze best links en rechts in een bepaalde sector wat minder doen. In jouw steden natuurlijk zitten er wel een paar. Er zitten er een paar. En, nee, Witteveen-en-Bosch. Witteveen-en-Bosch, Touw. Volgens mij vergeet de kleintjes niet. Vergeet de kleintjes zeker. Bert, ik ben ook in de ronde met de Duurzame 100 zoveel mooie ontwikkelbedrijven tegengekomen. Dat zijn dan kleinere bedrijven, heel innovatief. Die weer bezig zijn om mallen te ontwikkelen waar weer van die grote vleugels voor gemaakt worden voor windturbines. Er wordt heel veel ontwikkeld, alleen ja, het is misschien niet altijd... Gaat het niet slecht in die... Helemaal niet. Nee. Voorbeeld zit naast me, zit een kleintje naast me. Die heeft ook werk genoeg. Ja, je leest de verkeerde krant. Maar hij maakt hele mooie dingen. Ja, maar dat maken een heleboel ondernemers mooie dingen. Oh. Op ingenieursbureaus. Echt waar? Ja, ja, daar worden mooie en dingen. En anders geven wij toch weer wat orders dat ze wel wat aan gaan kunnen. Ja, maar ik ben geen techneut, hè. Ja, ik maar ben wij geven wel... jurist, dus ik denk dan van... Oh god, als het slecht gaat met de jongens, dat is slecht voor de innovatie, slecht voor de duurzaamheid, slecht voor de infrastructuur. Er is zoveel werk. Er worden geen bruggetunnels meer gebouwd. Er is zoveel werk. Joh, ik kwam pas een bedrijf tegen, die maken bijvoorbeeld mallen. En daar kun je ook beton in gieten. En ik heb daar een voorbeeld van een brug gezien die in Ierland gebouwd is. Werkelijk fantastisch. Dan zie je dus hoe je met ontwerpen en met nieuwe producten ook hele andere architecturen ontstaat. Prachtig voorbeeld. De man wordt vervolgens uitgenodigd, en dat gebeurt hier allemaal in de Stedendriehoek, wordt vervolgens uitgenodigd of in de Achterhoek. Het ligt zo dicht bij elkaar allemaal. We moeten het grootschalig bekijken. Maak bijvoorbeeld prachtige ontwikkelingen nu door met dezelfde techniek voor de Olympische Spelen in Londen. Kijk, heb jij met ingenieursbureaus te maken, Maarten? Of niet zo? Want dit, wat jij doet, niet heel veel. Is toch technisch ook? Ja, ik ben ingenieur. Ik heb in Delft gestudeerd. Dus je zou kunnen zeggen dat het een ingenieursbureau is. Kijk, we weten dat ook, maar even. Maar goed, we profileren geldt ons ook als... Geldt het ook voor Pamela? Is die ook is ook ingenieur, ja. Echt waar? Maar we profileren ons als ontwerpbureau. Ontwerpbureaus hebben het niet heel makkelijk gehad. Als Herbert zijn auto wil pimpen, kan die dan bij jou terecht voor een ontwerp? Of niet? Ja, natuurlijk. Nou, ik heb... Doe je dat zelf? Het is geen Achterhoek meer. Ik zeg het maar even. Ik ben dus wel een techneut. Ik wil zeggen, de buitenkant interesseert me veel en vele meermalen minder dan de binnenkant. Ja, maar het moet er wel uit. Dus ik ben helemaal met de binnenkant. Ja, joh, maar dit ziet er toch... Maar ik word antwoorden op die vraag van de ingenieurs. Ik denk dat ingenieurs altijd werk hebben. Of ze bij een groot bureau komen, of bij een klein bureau komen, of zelf ondernemer worden. Ik wil zeggen, zelf met een eigen ZZP'ers worden. Daar geloof ik in. Daar is markt voor, hoop ik. Hè. Wat zeg je? Daar is ook markt voor die jongens of meisjes. Ja. Maar Bert, ik geloof dat er steeds meer ZZP'ers komen. Ik wil zeggen dat ook een ingenieur zegt van... Ja, in alle vakken hoor. Dus waarom zou ik bij een ingenieursbureau gaan werken? Ik wil zeggen, ik bied mij aan, ik bied mijn kennis aan, ik bied alles wat ik ben, bied ik aan. En, maar ja, waarom ga je bij een... En als dat het idee is van wat in het stukje wat geschreven is... Nou, dat weet je niet. Dat weet je toch? Het is de mooiste baan. Echt de mooiste baan. Mag je zo vertellen. Dus het gaat goed met de ingenieursbureaus, hoop ik van ganse harte. Oké, ik heb voor jullie een dilemma. Ik begin met jou. De vorige keer vroeg ik ondernemer of bestuurder. Ja. Dan denk ik, ja, wat zal ik hem nu eens vragen? Nu denk ik dat ik ga vragen scheidsrechter of bestuurder. Bert, je maakt het me weer heel erg moeilijk. Op topniveau, hè, waar jij dus fluit. Of oordeelt. Dan blijf ik nog steeds op zeggen... Op hoog niveau, want je bent tennis. Dan denk ik toch bestuurder, want dat andere doe ik in mijn vrije tijd. Gek, hè? Dat mensen toch altijd een uitweggetje zoeken om... ik wil aan jou vragen, Rijk, ondernemer of in dienst van het Velus Centrum voor Technologie. Nee. Ik ga nu maar aan je vragen, ondernemer of Weerman, want anders ga je toch zeggen VCT. Nou, vertel dan maar waarom VCT. Waarom is dat nou het mooiste baantje wat er is? Omdat ik mijn ei kwijt kan, omdat dan echt zo moet zeggen. Ik kom bij heel veel bedrijven. Het afgelopen jaar heb ik meer dan 400 bedrijven bezocht. En dat is een cadeautje, want daar steek je zoveel mee op. Maar wat ik dus heel veel doe, dat is bedrijven met elkaar koppelen. Ja. Van die 400 waar ik het over had, daar zijn eigenlijk 120 nieuwe leads. En bij mij is een lead als ik twee ondernemers heb die voordien elkaar niet kenden en dan business gaan doen. Dan heb je voor mij een lead. Als je dat ziet waar Rijk mee bezig is, in de Stedendriehoek zijn er ook een aantal van dit soort initiatieven. De Stedendriehoek onderneemt is daar een voorbeeld van. Ja. Als je dat ziet dat er gewoon 150 tot 200 nieuwe banen ontstaan door mensen met elkaar in contact te brengen. En te zeggen, jongens, innovatieve banen, we gaan het doen.
En we gaan nog verder. We hebben dit pas in één jaar tijd hebben dat voor elkaar gekregen. En we gaan gewoon verder. En je ziet het gewoon ontstaan. Het belangrijkste is dat je mensen verbindt. En dat mensen bereid zijn om te onthechten, dingen los te laten. Zoals het in het verleden ging, ging het niet goed. Dus we gaan het nu anders doen. Dus het fantastische is ook heel belangrijk dat vanuit het ACT, VCT, je gaat niet uitleggen, want dan ben je niet bezig. Nee, dat ga ik helemaal niet uitleggen. Het ingenieursbureau heeft het ontwikkeld. Waar is het van gemaakt? Het is van puur plantaardig materiaal gemaakt. Dit, wat je hier hebt, is van tomatenlof. Dit zijn spaanplaten. Ja, binnenkort heb je geen spaanplaten van hout meer, maar alleen van afvalproducten. Ja, fantastisch. Hey, dat is een Veluwse ontwikkeling. Komt de fabriek te staan, 40 tot 60 nieuwe arbeidsplaatsen. Waar? Dat is de discussie tussen een aantal plaatsen. Ik wil de plaatsen nog niet noemen. Aan de oostkant van Hoevelaken, zeg maar? Ja. Maar dat soort ontwikkelingen zie je op een heleboel vlakken ontstaan, Bert. Je ziet bijvoorbeeld op het ogenblik is er in Loenen een bedrijf dat maakt kartonnen dozen. En daar is al een groot gedeelte van op gras gebaseerd. Die worden van gras gemaakt tegenwoordig. Nou, zulke dingen hebben we dus. Ik heb net de tomatenloof weggegooid. Dus ik dacht, weet dat Herbert een langzame elektrische auto of een supersnelle Audi A6, waar je nu ook mee rijdt, denk ik. Ja, maar de elektrische auto's zijn niet langzaam. We gaan een supersnelle elektrische auto maken. Ik wou net zeggen, die gaan ook snel, hè? Die gaan heel snel. We gaan een supersnelle elektrische auto maken. Nou, ik gun je het. Maar het is natuurlijk geen keuze. Ja, jongen. Ja. Nou, je passie. Maar je kunt best vanuit een snelle auto over je passie dromen. Natuurlijk. Heel goed. Maarten, een mooi ontwerp of een innovatief, praktisch ding. Wat er misschien niet zo goed uitziet. Maar wat wel heel praktisch en nuttig is voor iedereen hier aanwezig. Ja, of iets moois. Maar we hebben dat. Vaak heb je aan mooie dingen heb je wat minder. Valt me wel eens op. Ja, ja. Ik ga nu vergelijkingen maken. Maar... ik vind het moeilijk. Ik denk dat ik toch voor het nuttige ding ga. Ja? Ja. Waar we met z'n allen wat aan hebben. Ik vind het moeilijk. Maar... Er is in de Steeddroegers ook een initiatief dat heet Durf met Design. Waarbij mensen die iets gemaakt hebben, door ontwerpers ondersteund worden inderdaad om daar een veel mooier product van te maken. Ja, en als je daar de resultaten van ziet, is nu een cluster van 20 bedrijven mee bezig. Op de Veluwe. Op de Veluwe? Ja, in de Steeddroegers de Veluwe. Ja. Geweldig idee. Als je dit toch zo hoort, aan deze tafel, gebeurt er heel veel in Achterhoek, Veluwe, Stedendriehoek. Eigenlijk zouden wij de redding van de rest van Nederland zijn, vraag ik me nu in één keer af. Het zou maar zo kunnen, toch? Als ik jullie, niet door mij hoor, maar door succes. Als ik jullie. We hebben het altijd over het Westen en over dit en over dat. Ik heb het nooit over het Westen, ik heb het alleen maar over het Oosten. Ik heb het, even serieus. We hebben zulke prachtige dingen. We liggen op een kruispunt van een aantal mooie snelwegen. We hebben, als je op de kaart kijkt, rechts van ons hebben we 18 miljoen mensen in Noord-Rijnland-Westfalen wonen. Ja. We hebben een heleboel miljoenen mensen aan de linkerkant. Maar kijk ook maar naar de interregionale samenwerking. Geweldige kans. Emmerich Kleef, Freddy Heinzel, noem het maar op. En heel veel creativiteit en innovatieve bedrijven. Daar hebben we meer mee. En dat ligt ook dichterbij dan Den Haag. Ja. Ik snap nu in één keer waarom ze steeds zeiden, de wijzen komen uit het oosten. En als ik jullie aan tafel heb, dan is dit het levende bewijs. En mensen leert altijd wat. Mensen leert elke uitzending leer ik weer. Zelfs na 122 uitzendingen denk ik, yes. Wat is dit leuk. Heren, bedankt. U hier op de set bedankt. U thuis bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende week. Dan hebben we opnieuw een uitzending van ons businessprogramma Goede Zaken. En ik wens u als altijd echt hele goede zaken. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door VNO-NCW Achterhoek.